Waar bent u allergisch voor? Nergens voor. En dat is mooi, hè? U gaat helemaal blij het leven door. Jazeker. Goed, hè? Ja, ik heb echt nergens last van. Voor praatprogramma's. Heeft u een hekel aan? Ja. Ik doe ze niet meer op. En waarom heeft u daar een hekel aan? Nou, daar zitten alle bedwetters van Nederland bij. Dus ja, en van de ene moet je dit en van de andere moet je dat. Ik kan zelf wel bepalen wat ik denk van het goed voor ons is. Dus ik heb ze niet nodig. Hooikoorts heb ik voor grasballen, kastanjes, de beuk, bloeiend hout. Wil je nog meer weten? En stofmijt. En hoe gaat u daarmee om? Gewoon doorademen en verder gaan. En ik sta eigenlijk helemaal niet zo bij stil. Ik denk al, het hoort erbij en je maakt er maar wat van, vind ik. Ja, ik stoor me wel eens aan mensen die je niet groeten, zeg maar. Dat wel. Daar stoor ik me aan. Ja, dat de mensen de rommel niet opruimen. Gooi, als het maar kwijt is, gooi het zo van eraf, weet je wel. Toen die tijd met die mondkapjes, je zag ze overal liggen. Dan denk ik, als nou iedereen zijn eigen spul is opruimt, dan zou het een stuk netter zijn. En een stuk minder kosten. Dat is eigenlijk wel een ergernis van me, ja. Nou, ik ben nergens allergisch voor, nee. Ook niet voor gele sokken of zo? Gele sokken? Nee, dat maakt me helemaal niks uit. Nee, dat maakt me helemaal niets uit. Bepaald gedrag van mensen? Nou, misschien nog wel, ja. Dat misschien wel. En welk gedrag? Nou, ja, het haantjesgedrag, daar kan ik niet zo goed tegen. Maar misschien doe ik dat zelf ook wel. Allergisch? Nergens. Ook niet voor gele sokken? Ja, nee, ook niet. Huisstofmijt. Nog ergens anders? Nee. En hoe ga je daarmee om? Schoonmaken. Voor niks. Helemaal nergens voor? Nee, helemaal nergens voor. Dan ben jij een bofferd. Ja, zeker. Waar ben jij allergisch voor? Ik ben ook nergens allergisch voor. Ook niet voor bepaalde mensen of dingen? Mensen. Ik denk het niet. Nergens eigenlijk, niet dat ik weet. En voor bepaald gedrag misschien of niet? Nee. Nee? Nee. Onschoon bestek bij restauranten. Gewoon vies bestek bij restaurant? En hoe ga je daarmee om? Ik maak het eerst schoon. Voordat ik ga eten dan. Niks. Nee? Nee. Allergisch. Voor niks, geloof ik. Ook niet voor bepaalde mensen of bepaald gedrag? Nou ja, dat zou natuurlijk wel kunnen, hè. Maar dan loop ik maar gauw door. Dat is beter. Want dan, anders krijg je heel gauw woorden, hè, zullen we maar zeggen. Waar irriteert u zich aan? Wat zegt u? Waar irriteert u zich aan? Nou ja, het gedrag van sommige mensen natuurlijk, hè. Ja. Maar daar zal ik me niet te veel over uitbreiden. Dat nemen we gewoon erbij, maar hè? Het is niet anders, hè? Ja, lichamelijk gelukkig nergens voor. Maar inderdaad, ja, de superrechtse politiek daar ook niet zo van, nee. Vind ik een beetje eng, ja. En waarom vindt u dat eng? Ja, die denkbeelden, daar kan ik weinig mee, nee. Maar voor de rest valt het wel mee, geloof ik. Ben ik vrij optimistisch en open-minded. Van mijn buren. Ja. Uw buren? Wat doen de buren dan? Alles wat God verboden is. Hebben een wietkwekerij gehad. Ze kijken ergens naar, gooien de rotzooi op de straat. Stappen uit de auto, de rotzooi naast de auto, gaan naar binnen. Terwijl ze langs de kliko's komen, al dat soort dingen. Geluidsoverlast. Al jaren, woningstichting doet niks, politie doet niks. Dus de gemeente Wageningen op zich, shit. Veel lawaai, s'nachts niet slapen, politie bellen s'nachts, want dan moeten we doen en ze doen niks. Ja, ze kloppen op de deur, maar die jongen die heeft die doet een spelletje. Valt uit. En die gaat de keer als een idioot. Nou draaien ze heel veel, draait die muziek. Ze doen alles wat niet mag en het is een klerenbende bij ons in de buurt. En dat doet zij en die wil nog wel bij de boa. Kun je je voorstellen? Nou, wij niet. Oké. De buurt heeft last van zo. Ze hebben een zoontje, die is nu 9. Die heeft mijn kleindochter verleden jaar met een mes achterop gezeten. En een buurmeisje. En toen komen ze aan de deur, toen zeg ik van nou, daar is de buurvrouw. Oma blijft bij de rijgen op de stoep.
En toen riep ze hem en... nou ja, ik zal me niet zeggen hoe die zijn moeder noemen. Nou, ik kwam neer en zij deed er niks aan verder. En dat is de tweede keer al. Ik ben nergens allergisch voor. Ook niet voor bepaalde mensen? Nee. Je bent gewoon intens gelukkig met alles? Ja. Nou, voor hele onbeleefde mensen. Daar ben ik allergisch voor. Ja, mensen met weinig fatsoen, weinig geduld, korte lontjes. En die kom je wel veel tegen de laatste tijd. Meer dan vroeger? Ja, ik ben al wat ouder. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk wel dat we vroeger wat beleefder naar elkaar waren. Dat in ieder geval. Ja. En hoe gaat u daarmee om? Ja, niet eigenlijk. Ik bedoel, ik zeg er ook wel wat van. Dat wel. Maar goed, soms krijg je ook wel een grote mond terug. En dat maakt ook wel dat je wat beduchter bent om daarop te reageren. Dat is wel een naar dingetje van deze tijd, vind ik. Ja. Waar niet eigenlijk? Ik ben allergisch voor fruit, voor insecten, voor pollen, voor katten. Voor veel. En je lacht erbij? Ja, ik vind het wel grappig, wel geinig. Ik ben een beetje de allergiepersoon. Oké, maar je kan er goed mee omgaan volgens mij? Ja, ik heb gewoon medicatie ervoor en dat soort dingen, dus het gaat wel prima. Alleen tijdens pollenseizoen is het af en toe wel vervelend, maar hoort erbij. Ik leer ermee te leven. Nergens voor eigenlijk. Ook niet voor bepaald gedrag van mensen of zo, of gele sokken? Dat wel, ja. Ja. Kunt u zeggen waarvoor? Nou, voor mensen die weinig geduld hebben. En voor mensen die liegen. Dus eigenlijk, die. Narcistisch, noem maar op. Zulke soort mensen, daar ben ik wel allergisch voor. En mensen die erg de regeltjes allemaal gaan bepalen in Nederland. Daar ben ik ook allergisch voor, ja. Nergens. En ook niet voor bepaald gedrag van mensen? Ja, ja. Ik bedoel, dat gaat wel achteruit. Ik bedoel, ik ben van 44 en dan zie je het verschil heel groot. Ik bedoel, vroeger had je nog een klein beetje dat je zegt... Nou ja, hoe moet ik dat uitdrukken? Eerbied. Gedag zeggen. En wat voor elkaar erover hebben. En dat merk je dat steeds harder achteruit gaat. En dat mist u? Ja. Iedereen heeft wel eens een vriendelijk woord nodig, of niet?